5-3-2. Dat is van Telstar overgenomen systeem. Wat ze bij Vitesse met veel succes hanteren. Dat betekent wel dat ze voorin steeds keuzes moeten maken met Darvalou, Broja en Openda. Openda nu op de bank. Het is inwisselbaar in de goede zin van het woord. Moet het doen zonder Bazour. Daar speelt de jonge Enzo Cornelissen. Opstelling van Willem II verder met Muric. Die gaat wel interland spelen voor Kosovo. Jong, Trezor en Spierings. Op het middenveld Pavlidis, Vriet en Nunnally. Die kreeg te horen dat hij voor Jong Oranje uiteindelijk is afgevallen. Willem II. De eerste komst van Petrovic. In 7 wedstrijden 11 punten hebben verzameld. Zou goed zijn voor een 7e positie. Ja, Vitesse is on fire. Wint dit seizoen al 2 keer van Willem II. Ook voor de beker is dat gebeurd. 1-3 en 0-2. Dat Willem II graag reageert op fouten van de tegenstander. En dat kan het hier meteen doen. Pasveer heeft geen moeite met het schot van Trezor. Dat is misschien ook niet het beste schot van Trezor. Maar het was wel opmerkelijk. Maar wel weer de terugkeer van Tanane. Pavlidis die de bal naar de linkerkant brengt. Toch een redelijk brutaal begin van Willem II. Dat dan wel moet uitkijken als Vitesse hier uiteindelijk de bal heeft. En via de sterke Broja weg is. Broja met grote passen. Broja nog altijd. En dan wordt hij bijna binnengewerkt door Darvalou. Dat is ook Vitesse. Dat is ook zoals Willem II graag speelt, in de omschakeling. Spierings ging onderuit. Broja blijft goed kijken. En dan loopt het voor Willem II maar net goed. Dit is ook niet een onaardige poging. Van Keun. Die kijkt. Het is een rare bal hoor, met een beetje effect erin. Hij scoorde nog niet dit seizoen voor Willem II. Derek Keun. Geen Bazour dus en ook geen Bruns bij Vitesse vanwege de schorsingen. Nauwelijks in de problemen nog Willem II. Dat mag je opmerkelijk noemen hier in een Gelderdoom. Dit is wel een pittige en te laat. Geen genade meer voor Wesley Spierings, die nog maar 18 is. Ook hij dus nu geel. En ook de eerste keer dat Tanane zich voor vandaag althans kan onderscheiden. Kijkt in de muur. Vriet, goed gedaan. Nog even ingehouden en dan de bal verder door naar de linkerkant. Vriet gaat zelf ook nog weer mee. Pavlidis is daar ook. Nu de bal nog. Ja, die wordt daar keurig neergelegd. Wordt niet bereikt. Pavlidis is heel goed ingegrepen door Daza. Snelle uitbraak van Willem II. En nu, een valpartij en nog een valpartij. En dan het schot op de handen van Muric, het schot van Darvalou. Het zijn misschien nog momenten die om terug te kijken. Wellicht dat dat ook gebeurt. Door Vark Blank, maar we gaan nog even door. Tronstad. Daza. En dan Pavlidis. Even terug naar deze. Ik kan me voorstellen dat hier niks voor gegeven wordt. Met Keun. En dan daarna eigenlijk ook niet. Tanane doet het zo. Daza. Oh, dat is handig van Daza. En dan alsnog de bal weer teruggelegd. In één beweging twee man kwijt. Die er blind vanuit gingen dat Daza die bal weer terug zou spelen naar Tanane. Maar het ging even anders. Het is echt mooi gedaan. Kijk hier. Huppatee. Twee het bos in. Keun is de ene. En dan Witek die schiet.
Bananen. Kan Vitesse dan voor rust toch een keer gevaarlijk worden? Nou, niet onaardig dat balletje van Tanane op het hoofd van Broja en nog binnengehouden. Maar daar heeft voorlopig Willem II alleen wat aan. Pavlidis goed naar de bal gelopen. Goed vrij. Owoesen. Tanane houdt vast. Zal ook allemaal iets aanvallender worden dan door Vitesse. Met Openda voor Witek en aanvallen voor een verdediger. Daza nog altijd vanaf de rechterkant in ieder geval. Zoveel is in het begin duidelijk. En hij is wel de enige die gevaarlijk is. En ook nu weer. Helemaal aan het begin van de wedstrijd. Broja, begin van de tweede helft. Hij was de enige die het doorkwam. Ergens aan het begin van de eerste helft. En nu is hij daar ook Keun kwijt. Is het steeds weer Vitesse. Daaraan. Daza. Iets veranderd aan de opstelling. Iets aanvallender. Noodgedwongen ook omdat Witek dus geblesseerd raakte. Maar het pakt vooralsnog ook goed uit voor de mannen van Letch. Willem II heeft de 0 nog. Nu dan wellicht Willem II. Weer Pavlidis. Dat is een aardige beweging. Twee man kwijt. Tresor. En het vervolg. Dat is gevaarlijk. En het is een treffer van Nunnely, wilde ik zeggen. Maar zover komt het niet. En dan Tresor nog. En die schiet hem over. Zomaar op het uur. Ineens Willem II. Heel dicht bij een doelpunt. Had hem moeten zijn. Vriet. Hier Owoesen. Pavlidis. Nunnely. En dan kan Pavlidis in tweede instantie net niet. Maar heeft hij nog wel oog voor Tresor. En die rost hem over. Overtreding Holmen. Op Beren. Driekwart wedstrijd gedaan hier in Arnhem. Nog geen doelpunt, ook geen wedstrijd die bol staat van de kansen over en weer. Maar voor Willem II is dat punt bijzonder veel waard. Tanane. Moritz Dokenaar. Er zit ook een vreemde curve aan de bal, maar geen goede voor Vitesse. Kijk, het draait steeds verder weg van de goal. Mooi hoor. Vriet. Met een beetje geluk kan Vriet verder. En is hier weer een keer de kans. Ja, die moeten dan in. Goh, veel te slordig en snel gedaan. Owoesu, doelman is weg. Waarom neem je zelf niet even de tijd? Pasveer is geslagen. Waarom neem je niet even de tijd? Waarom leg je de bal niet zo neer dat je er richting aan kan geven? Dan laat Willem II een enorme kans liggen. En dus moet Vitesse het stellen met maar een handvol kleine mogelijkheden. En ook die moet je goed zoeken. Dan zou dit er zo eentje zijn, de kopbal van Darvalou. Minuten nog, plus extra tijd. Komt er een winnaar? Komt er een grote kans een keer voor Vitesse? Want dat is toch nog wel het meest opmerkelijke van de middag. Die grote kansen zijn er niet geweest. Broja. Daza. Hier is vroeg. Die maakt er al twee dit seizoen. Daza. Blijft de zoektocht voor Vitesse. Evenwicht wat betreft de duels. Evenwicht wat betreft de stand. Komt daar nog verandering in? Nou, hier was wellicht toch Openda. In de buurt in ieder geval. Schiet hem over.
88e minuut. De hoekschop voor Vitesse, stand 0-0. Komt die beslissing er nog? Komt die kans er nog? Moeric laat los. Cornelis zou kunnen schieten. Kiest voor deze bal op vroeg. En vroeg was de bedoeling om de bal terug te koppen. Maar hij belandt in de handen van Moeric. Alles wat je haalt in Arnhem, zo schatte Petrovic in van tevoren. Dat is eigenlijk wel een beetje meegenomen. En het kan nog meer worden met Keuler, die hier de bal zo op de voet krijgt. Al met al is het een hele merkwaardige, misschien qua beeld wel wat teleurstellende wedstrijd geworden. Maar waarin Willem II prima verdedigd heeft, maar zichzelf qua kansen benutten tekort doet. Het heeft Willem II een punt te pakken. En blijft het ook na 5 wedstrijden op rij ongeslagen. Daarmee eindigt het zoals het begon. Zal Letch teleurgesteld zijn. Want ja. Eigenlijk als je staat waar je staat op de 4e plaats. Met aspiraties voor plaats 3 en 2. Dan moet je thuis winnen van de nummer 16.